Yo mensen, Jaraski hier en welkom bij natuurlijk weer een nieuwe aflevering van de Road to Life USAS Silence Mob. Hier natuurlijk, er zit er een op de doom. Hier natuurlijk op mijn kanaal Jaraski Game. We gaan vandaag weer proberen om die mob te droppen. Ik speel vandaag niet met de Ballistic Vest en de UAV, maar ik speel vandaag weer een keertje met de Specialist Bonus. Dus ik hoop natuurlijk dat wij ook de Specialist Bonus kunnen halen. Anders hebben we er niet veel aan en die fan moet dood jongens, ik zat vast. Waardoor ik hem dus niet kon killen, maar mijn team heeft volgens mij niet door dat hij daar bovenop staat. Ik heb het door. Dan heeft mijn team het door. Dat is een betere vraag. Die je zelf kan afstellen. Ik weet het niet. Maar, oh nee jongens. Uit elkaar. Split. Split. Oh my god. En dan komt hij op mij. En dan komt hij op mij. Dat heb ik altijd jongen met die dingen. Altijd op een of andere manier moeten ze hem op mij gooien. Er is zo'n lokaas voor die pret-missiles, weet je wel. Dat gevoel heeft denk ik iedereen als ze Call of Duty spelen. Dat ze al die dingen op hun kop krijgen. En dat denk ik ook, ja. Waarom je dat denkt bij de wezen, omdat er zoveel predators altijd worden ingeroepen. Dat als, altijd als er 5 worden ingeroepen of zo, heb je het meestal maar door dat er 1 wordt ingeroepen. En dan denk jij altijd dat jij degene bent die erdoor doodgaat. Het is dus niet zo. Maar dat denk je wel. Dus daardoor komt dat. We gaan beest jongens nu. Een mooi streakje neergezet. Ah shit, sorry. Shit, 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 shit. Oh, dikke killsteal. Heerlijk. Heerlijke killsteal. Oh, daar hou ik nou van, jongen. Van dat soort killsteals. Die heb ik ook nodig. Ik moet er denk ik in gaan rennen, want anders is er niet genoeg tijd. Oh nee, kut. Ik had er niet in moeten rennen. Fuck, ik moet weer deze kant op. We hebben nu de vlag wat inhoudt dat ze hier gaan spannen. Dat bedoel ik dus. Nee, assist. Nee! Oh, helikopter. Hele fucking copter. Holy shit, als die helikopter er niet zat, dan was ik dood geweest, jongens. Ah, oh, fuck, die ligt in final stand. Oh nee, Deadman's Hand zelfs. Wauw. Nog erger. Dat is nogal een tikkeltje erger dan final stand. Deadman's Hand. We moeten even die vlag zien loslaten. De teammates hebben het vlag vast. Dat is handig voor hun. Die auto gaat ploffen. Dat is handig voor hun, want zij krijgen extra punten. Dat is natuurlijk niet zo handig voor... Kom dan. Voor mij. Iedereen achter me. Final stand. Blablabla. Ga weg jongens met je final stand. Ik moet erop letten dat ik natuurlijk niet te veel ren. Dat is ook de reden waarom ik ingezoomd rondloop. Dan was ik daar bijvoorbeeld al dood geweest. Niet te veel rennen Jan. Let erop, let erop. Dat heb ik tot nu toe steeds gekregen toen ik dood ging. Dat ik weer ging rennen. Zonder dat het eigenlijk de bedoeling was. Holy shit, wat de fuck waren zij aan het doen? Vraag me niet wat zij aan het doen waren, want dat weet ik dood niet, jongens. Oh shit, die auto gaat oplossen. Snel er langs, voordat ik dood ga. Oké. Okay. Oh, nee, ze lieve. Hoeveel? We zitten echt op een hoge streak. Ik denk dat we ongeveer op 15 zitten. Ik denk dat we nog 9 kills moeten, zoiets. Ik weet het niet. Jullie weten het. Jullie hebben de video gekeken. Ik zit daar namelijk niet op te letten. Hoeveel kills hebben we nog? We hebben nog ongeveer 20 kills de tijd. Dat gaat nog moeilijk worden ook dan. Weet je wat? Ik ga voor een assistje. Oké, dat wordt een assist. Dankjewel. Zo, daar ging ik even voor. Assist is namelijk ook welkom bij mij, want dan 2 assists tellen natuurlijk weer mee als uno kilo. Maar ja, 1 assist hebben we niks aan. Dus we moeten er nu nog een hebben, willen we een assist count skill hebben. Zo, die vent was heel slecht. Dankjewel dat jij slecht bent. Niet onnodig rennen, Jan. Dat heb ik nu al geleerd, nadat ik 20 keer daardoor ben doodgegaan. Zit er nog een, zit er nog een. Ik moet snel rennen voordat die steltbomber iedereen killt. Het mag eigenlijk... Nee! Final stand! Alsjeblieft. Hij lag in final stand. Ik had hem bijna. Ik had hem serieus bijna. Maar hij lag in final fucking stand. Oh, ik dacht... Ik ga er snel op af. Want die steltbomber die komt eraan. Dus die steltbomber killt die vent wel. Alleen die steltbomber deed blijkbaar helemaal niks. Dus iedereen bleef in leven, want... Oh, die steltbommer die had... Ik dacht, ik... Heb ik hier iets aan een steltbom? Want normaal gesproken heb je er natuurlijk altijd niks aan. Die dingen zijn scheidkut. Dacht ik, heb er eindelijk iets aan. En dan heb ik er niks aan. Voor de allereerste keer dat ik een steltbommer nodig heb, doet hij het niet. Wauw! Het was een supersnel potje. We hadden weer bijna de mob, zoals elke motherfucking aflevering. Maar ik werd gekild door de sniper in Final Stand. Final Stand!
Dus ik hoop dat jullie hebben genoten van deze aflevering. Mocht je hebben genoten van deze aflevering, ram dan op die like knop. Ik ben weer doodgaan op een hoge streak, zoals elke keer. Dus tot de volgende keer, waar ik waarschijnlijk weer doodga op een hoge streak. Dus tot de volgende keer, mensen. Bye bye.